Goedemorgen, het is vandaag 28 november 2008 en we bevinden ons nu voor de jaarbeurs hier in Utrecht. En de jaarbeurs is echt alles te vinden over computers. En we gaan eens kijken wat ons te wachten staat. Wat denk jij dat we allemaal te zien krijgen in Kitano? In plaats van... Ook computer shit. Ja, games, computeronderdelen, nieuwe spullen misschien. Wie weet, we zullen zien. Het is dus allemaal heel duidelijk. We gaan gewoon even een kijkje binnen nemen. Zo, zoals je ziet zijn we hier nu aangekomen in de jaarbeurs Utrecht. En het ziet er hartstikke mooi uit. Allemaal goede muziek, een hoop mensen. En we gaan gewoon hopen dat we hier heel erg veel van kunnen opsteken. En gewoon goed opletten en kijken wat je hier allemaal kan doen. Maar zoals je ziet... Wat games wat laten zien daar op zo'n groot projectiescherm. En voor de rest is het gewoon even afwachten tot het een beetje binnengedruppeld is hier qua mensen. En dadelijk dan gaan er verschillende evenementen beginnen. En daar kan je dan ook mee aan meedoen. En we gaan er gewoon een boos van maken, dus blijf bij ons. Je ziet hier dus echt systemen staan die er gewoon in de toekomst standaard uit zullen zien. Met dit design, echt ga je een hoop geld betalen en je krijgt er ook wel wat moois voor terug. Hierboven 4 USB connectors zien, waarop daarnaast een audio aansluiting. En met zo'n kaartpoort aan de voorkant. Het ziet er gewoon hartstikke gaaf uit. Waarschijnlijk zijn dat gewoon de standaard systemen voor de toekomst. Dus gewoon... Met een mooie G11 toetsenbord kun je ook dus helemaal de media player configureren. En kun je er dus voor zorgen dat je eigenlijk de muziek aan en uit kan zetten. Dat je volgende nummer kan afspelen. Je kunt gewoon het vorige nummer afspelen. Hele hoop opties heb je ervoor. Ja, prachtige systemen. Heel mooi ontwerp. Heel mooi ontwerp. Hier zien we de Xbox 360. Dat is een systeem die eigenlijk... altijd een beetje strijd met de PlayStation 3. Maar zoals je ziet, ziet het er grafisch hartstikke gaaf uit. En zullen we het eens proberen? Ja. Oké, laten we proberen. Oeps. Wacht, doe maar even. Team met de game James Bond, Quantum of Solace. Hij is, Rudy, hij is lekker aan het knallen. En zoals je ziet, die effecten in de games... Het wordt allemaal steeds mooier. En soms kun je ogen gewoon niet geloven. Is dit nou echt of is het nou nep? Zoals je ziet gaat het er echt super hard toe. Hè? Het is jammer dat hij nu even alleen in beeld is. Maar op het moment dat zijn vijanden hem tegemoet komen. Dan is het de bedoeling dat Rudy aanvalt. En dat kan hij ook wel. Want hij speelt deze game niet voor de eerste keer. Deze game die speelt hij 24 uur per dag. Zowel online als in carrière. Hey. Daar zijn we weer. Hier staan verschillende soorten gamecomputers en hier worden onder andere de games Call of Duty gespeeld en ook de populaire game World of Warcraft die door ongeveer bijna 1 miljoen Nederlanders wordt gespeeld. Ontiegelijk veel en de systemen die hier staan die zijn ook niet verkeerd. Zoals je ziet, ze zijn ook allemaal zo geconcentreerd bezig. Echt kun je jezelf dus heel goed concentreren maar. Ja. Hier zie je dus de game Gran Turismo 4. En is beschikbaar voor alleen de PlayStation 3. Niet voor Xbox 360. En niet alleen de kwaliteit wordt ook een stuk beter, maar het comfort wordt ook een stuk beter. Zoals je ziet zitten ze hier gewoon te gamen met een stuk.
wat gaspedalen en gaan maar. Hartstikke druk hier, echt een chaos. Maar als je de prijzen ziet van een bepaald aantal soorten hardware en software, nou, dat scheelt je een hele hoop euro's hoor, vergeleken met in de winkel. Een 8 gig memory stick werd mij net aangeboden voor 30 euro. Het werd al in een tasje gedaan voor me. Maar ja, ik heb het bij deze dan afgewezen, maar in de winkel zou je er zeker wel 100 euro voor betalen. Een hoop geld dus. Zo, we zijn net weer buiten. Het is enorm warm binnen en enorm druk. Het was hartstikke gezellig, we hebben een hoop geleerd en ja, we hopen hier volgend jaar weer gewoon terug te komen, want anders heeft het natuurlijk geen jaarbus, hè? Waarschijnlijk zijn ze er volgend jaar gewoon weer. En ja, Rudy, wat vond jij er nou eigenlijk precies van? Nou, het was erg enorm druk binnen, dat zoals het al gezegd. En het was zo warm, niet normaal. Nou, we gaan in ieder geval nu weer naar huis. We hebben mooi, ja, we hebben mooi veel dingen gezien. Mooie gamecomputers, mooie spellen, alles. Nou, in ieder geval, we gaan nu weer naar huis. Wat vond jij er eigenlijk van, Nita? Nou, ik wil buiten stappen eigenlijk. En ja, weet je, ook mooi computerspel hebben. En ja, weet je, het was gek om te zien. Ja, hopeloos en druk. Maar helemaal gek van. Toch? Juist, inderdaad. In ieder geval, wij pakken weer de trein terug van Utrecht Centraal naar Rotterdam Centraal. We hopen volgend jaar weer een nieuwe opname te kunnen maken van deze jaarbeurs hier in Utrecht. Bedankt voor het kijken.